Feit is, we worden met z'n allen ouder en het stelsel zal erop aangepast moeten worden. Feit is dat er grote veranderingen optreden in de financiële wereld en je zult moeten nadenken hoe je daarop reageert. Dat zijn twee belangrijke wijzigingen in het systeem. We zitten natuurlijk met een verandering van de verhouding tussen jong en oud en het evenwicht daarin, daar moet je op reageren. Dus het zijn allemaal dingen die van belang zijn om dat goede pensioenstelsel in Nederland in de benen te houden. Ja, er komen nieuwe vragen en die zullen opnieuw beantwoord moeten worden. En soms is een grand design hartstikke goed, maar maakt het bijna onmogelijk om keuzes te maken. Dus het is ook hier het zoeken van het evenwicht. Rustig zal het niet worden. Zeker, we zetten nu een belangrijke stap, maar we maken het ook niet af als ik nu de plannen van het kabinet goed bestudeer. We zullen nog beter na moeten denken hoe pensioen er in de toekomst uitziet. Mensen leven steeds langer. Wat voor consequenties heeft dat nou voor het pensioen? Dus niet alleen maar in geld uitgedrukt, maar hoe maak je het pensioen in de toekomst? Is het alleen maar inkomen of is het ook zorg, is het ook wonen? Er zullen dus discussies blijven. Maar ik hoop wel in een iets rustiger vaarwater dan deze hectiek die er nu is, die van buitenaf komt, financiële crisis, et cetera. Dan hebben we meer tijd om zorgvuldiger de discussie te voeren. Ja, het lijkt eigenlijk voor de hand te liggen een keuze te maken tussen reëel en nominaal. Maar het zou betekenen dat we twee fondsen krijgen die beide kleiner zijn dan het grote fonds in één keer in zou zijn. Met alle risico's van dien. Stijging van kosten, risico's die achterblijven. We hebben dit ook besproken met onze achterban. We hebben 125.000 mensen gereageerd. Die hebben gekozen voor het reële contract. We hebben met de gepensioneerden gepraat. Die aanvankelijk op het idee zaten, splits het maar op. Maar alles afwegen toch tot een andere conclusie komen. Solidariteit, beheersing van kosten, dan moet je een keuze maken. Ik vind dat jammer. Ik begrijp best wel dat men zegt, ja, wat gaat er allemaal gebeuren, wat betekent het voor ons fonds? Maar aan de andere kant, als wij niet met z'n allen acteren, de pensioenfonds besturen, dan komt die verandering ook niet. En iedereen weet dat er wat moet gebeuren. Het feit dat we met z'n allen veel ouder worden en dat we daar niet voldoende voor gespaard hebben, dan kan iedereen beredeneren, daar moeten we wat aan doen. En dan is alleen maar afwachten de verkeerde reactie, hoe moeilijk het ook is. Er zijn fantastische discussies gaande in heel veel pensioenfondsen. Maar het is altijd goed om ook bij je buurman te kijken hoe de discussies lopen. Het is zo makkelijk om toch op een bepaald moment te denken, nu weten we het, we gaan die richting uit. En dan is het soms de confrontatie met anderen, net die andere invalshoek, die je meehelpt om nog scherper te zijn in deze discussie. En dat hebben we nodig.